Hele goedemorgen, lieve stripvrienden, comicliefhebbers en andere geeks. Vandaag is het alweer dinsdag en ik neem deze stripvlog op omdat er een Rotterdam Stripstadboek bij mij vorige week is binnengekomen. En dit boek had ik besteld via een Voor de Kunst Kickstarter. En zoals je kunt zien is het een vrij dik boek, wat niet alleen de geschiedenis als Rotterdam als stripstad beschrijft, maar eigenlijk ook gewoon een heel mooi naslagwerk is over strips in het algemeen. Want toen ik dit boek heb doorgelezen, kon ik zien dat er ontzettend veel informatie in staat over strips, hoe de strips eigenlijk ons land binnenkwamen, via onder andere dus de haven van Rotterdam, hoe invloeden er zijn geweest vanuit de comics en andere zaken. En ik moet zeggen, ik vond dit een echt heel erg mooi boek om te zien en is ook prachtig samengesteld. Het is uitgegeven door Cross Comics, wat ook het festival heeft in Rotterdam. En Theo Sesing, Sander Grip en Robert van der Kroft hebben dit boek samengesteld. En zoals je ziet in de inleiding, in eerste instantie hebben ze dus over 100 jaar strips in de stad. Het volgende deel is eigenlijk 100 jaar stad in strips. En dat laat eigenlijk zien hoe vaak de stad verschenen is in strips van bekende makers. Er wordt ook nog even gesproken over of we klaar zijn voor de toekomst. En het laatste stuk zijn alle Rotterdamse tekenaars. En dat zijn er nogal wat. Want volgens het boek zijn er maar liefst iets van, ik geloof 140 tekenaars waar ze het over hadden, uit Rotterdam of omstreken geleverd. En dat is natuurlijk echt wel een aanzienlijk groot stuk. Rotterdam heeft natuurlijk ook een mooi stripmuseum gehad die helaas niet meer bestaat. Het Stripse Rotterdam. En er zijn gewoon hele grote namen uit Rotterdam komen er. Robert van der Kroft onder andere, Martin Lodewijk, Kenny Rubenis. Nog heel veel meer. Ik zal ze straks even allemaal laten zien. Maar het is dus echt een heel gaaf en mooi samengesteld boek. Ze hebben dus inderdaad over het feit dat in de haven kwamen heel veel mensen ook met die comics uit Amerika meebrachten. Ik heb Martin Lodewijk in de Agent 327 Integrale daar ook al even over horen praten. Dat hij op die manier eigenlijk met strips en dus met comics in aanraking kwam. Hier wordt ook even aangegeven over de Shorts & Shimmy dat de oorsprong ligt in Winnie Winkel. George & Shimmy is natuurlijk ook een jubileumjaar aan het beleven volgend jaar. Ik geloof 100 jaar, als ik me niet vergis. Maar het is echt een heel erg gaaf boek met verschillende tekenaars. Hier heb je nog een hele mooie van Tim Arts voor dat niet meer bestaande stripsmuseum. Maar je krijgt ook wat geschiedenisles. Rotterdam is natuurlijk in de oorlog volledig plat gebombardeerd. En daar wordt ook hier door middel van illustraties ook nog even naar teruggewezen. Erik Heuvel heeft ook een mooi boek gemaakt uit de Rotterdamse tijd. De Meimoorden, ook bekroond met een mooie prijs op stripgebied. Maar er wordt ook gesproken over de tijdschriften Tom Poes, Pep, de Donald Duck. Er is zelfs in Donald Duck een snackbar uit Rotterdam een keer verschenen. Wat ook wel heel erg leuk was om even terug te lezen. En ik ben even zo met jullie doorheen aan het bladeren, want ze hebben het ook over kunst of strip als kunstvorm. En hoe je dus ook in de stad al die stukken van kunst terug kon vinden met foto's en platen. En dat is ook wel heel erg leuk om te zien. Uiteraard een stukje voetbalhistorie, Feyenoord uit Rotterdam. Ook daar even een aantal stripjes die daarmee te maken hebben, waaronder ook FC Knudden. En Koentje van Koen Molijn. Ja, en hier heb je dus allerlei leuke stukken. En het is echt een heel uitgebreid boek. En heel erg mooi samengesteld wat ik al eerder zei. Maar ik heb het met heel erg veel tevredenheid gelezen. Niet alles natuurlijk tot in detail. Want het is een vrij dik boek. Maar ik wil toch even de hoofdstukken doorlezen. En dan er even snel doorheen bladeren. Zodat ik daar later nog even rustig de tijd voor kan nemen. Maar het is mooi. Het is heel erg mooi gelukt. Ik kon helaas bij de officiële presentatie niet bij zijn. Dat vond ik heel erg jammer, want klaarblijkelijk heb je daar een leuk item bij gekregen. Die heb ik dan niet gehad. Maar dat maakt allemaal, mag de pret niet drukken. Nou, hier heb ik dus over dat stad in strips. Nou, dan krijg je dus allerlei platen van stripfiguren waarin Rotterdam eigenlijk zijn intrede doet. Hier had ik het dus even over de Meimoorden.
van Erik Heuvel, Mink Oosterveer, waar ik het net even de naam niet op kwam, is ook uit Rotterdam. Hier heb je Cross Comics Festival, ook nog even. En dat staat er ook allemaal bij. Agent 327 laat natuurlijk ook heel vaak dingen zien uit Rotterdam. Want ja, Martin kwam daar natuurlijk vandaan. En het is echt heel erg gaaf, hier de lijnbaan. Mijn vader die komt uit Leiden, maar was vroeger altijd een heel erg groot Feyenoord-fan. Dus Rotterdam was bij ons ook aanwezig in het huis. Hier heb je dus het beeld wat door de oorlog en de vernietiging blijft herinneren. Hier heb je nog een mooie van Hanko Kolk. Dat speelde zich natuurlijk ook af in Rotterdam. Het Robert Dusse Kwabbenoot verhaal. Dus je ziet dat het is niet heel veel dat Rotterdam nou echt op de kaart stond in stripverhalen. Maar het komt dus vaker voor dan je denkt. Meestal is Amsterdam toch een beetje de setting. Maar Rotterdam blijkt dus heel veel naar voren te komen in strips. En dat is heel leuk om dit te zien door middel van deze mooie platen. Hier nog even een paar mooie van de haven zelf. Hier nog even een aantal mooie van de agent. Hier ook de Holland-Amerika-kade. Holland-Amerika-lijn. De toegang tot Amerika, zeg maar. Ja, het is echt genieten, zo'n boek, ja, daar hou ik van. Ik hou van geschiedenis, ik hou van achtergrondinformatie. Geert de Weijer heeft ook ooit een keer zo'n mooi boek gemaakt over de strip in België, België gestript. Ja, dat zijn allemaal van die prachtige boeken, zodat je A, geïnteresseerd weer raakt in strips die je nog niet kent. Je leert even wat meer over de achtergrondstrip van de strip. En ja, dat is heel gaaf. Nou ja, en hier hebben we dus, ik kan even kijken, krijgen we de striptekenaars die allemaal in Rotterdam geboren zijn of daar een band mee hebben. Ja, en dan zie je toch heel veel bekende namen. Ook tekenaars die er niet meer zijn, zoals Jan Kruis, maar ook nog een aantal wel, gelukkig maar. Ja, het is echt een... Onze eigen Dutch Lucky Luke hier nog eventjes. Zoals ik net zei, Kenny Ruben is Paul Teng. Ja, ook dit is leuk, hè? Zo'n uitklapwerk. Ook mensen die de fotostrip, Ipe Driessen. En hier worden dan nog een aantal grootheden uit de Rotterdamse scene nog even met foto erbij en uitgelicht. Met een stuk van hun werk. Nou, uiteraard mag Martin zelf niet ontbreken. Mooie platen erbij. Dus Jan van Haasten, de puzzeltekenaar. Maar uiteraard ook van Baron van Tast. Grootheid in de Nederlandse stripwereld. Aimee, de grootheid van de toekomst, zeg maar. Haar boek Dagen van Zand is ook weer bekroond. Is nu in het Engels ook verschenen in Amerika. En ik zag dat ze alweer een prijs gewonnen heeft. Ik vind het heel gaaf wat zij allemaal neerzet. Wilbert Pleinaar heeft een soortgelijk boek ook gemaakt. Zoek daar even naar. Dat is prachtig. Hij heeft natuurlijk bij verschillende studio's gewerkt. George Shimmy heeft die gemaakt. Ook bij Disney en Warner. Andrea Kruis, de dochter van. Heb haar ook een keer mogen ontmoeten op een stripbeurs. Super aardige vrouw. Paul Ting, zoals gezegd. Ja, en het loopt maar op. Rotterdam biedt veel pareltjes op stripgebied, maar is natuurlijk ook een mooie stad. En dit boek doet daar eer aan. Dus ik dacht, ik laat het eventjes aan jullie zien. Hopelijk hebben jullie hier even van genoten. En ja, forceert het jullie misschien ook tot het kopen van dit album. Want jullie zien hoe mooi het is samengesteld en hoeveel informatie het bevat. Dus ik zou zeggen, koop het vooral. Het is nog steeds te koop op de website. Ik denk dat als je googelt naar het album Rotterdam Stripstad, dat je hem 100% tegen gaat komen. En uitgegeven door Cross Comics. Dus bij deze weer even een vlog op mijn vrije dag in verband met corona. Maar zo kan ik mijn tijd nog nuttig besteden. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Like en subscribe en volg mijn vlogs voor de toekomst. Nog een fijne dag toegewenst.